Kinderboerderij De Goffert heeft donderdag de deuren gesloten. De kinderboerderij doet dat door de aangescherpte maatregelen tegen de vogelgriep. De kinderboerderij meldt dat er geen zieke vogels op het terrein zijn gevonden en sluit de deuren uit eigen beweging. Alle vogels zijn tot nader bericht opgehokt. De kinderboerderij kan nog niet zeggen hoe lang de sluiting gaat duren en wacht op verdere informatie van het ministerie van Economische Zaken. Afgelopen maandag kondigde het ministerie aan dat kinderboerderijen, dierentuinen en houders van hobbyvogels ervoor moesten zorgen dat bezoekers niet met de gehouden vogels in contact kunnen komen. Op het terrein van de autosloperij aan de Hooglandse Weg is donderdag een wietplantage ontdekt. Woensdagavond brak een grote brand uit op het terrein. De kwekerij met zo'n 200 planten was verstopt in een oplegger van een vrachtwagen. Bij de brand kwam veel rook vrij en de veiligheidsregio Gelderland-Zuid waarschuwde mensen niet te dicht bij de rook in de buurt te komen. Ook waren er explosies te horen die in de wijde regio werden gehoord. Bij het opkomen van de zon werd de schade pas echt goed zichtbaar. In totaal zijn 11 auto's, 2 opleggers en een keet in de as gelegd. De brand ontstond op een tijdstip dat er ook een F-16 van de luchtmacht over Nijmegen vloog. Het vliegtuig veroorzaakte veel lawaai, terwijl ook de ontploffende autobanden te horen waren. Dat zorgde voor onrust onder inwoners van Nijmegen en Weert. De luchtmacht heeft overigens aangekondigd meer nachtvluchten over Nijmegen te zullen uitvoeren. Het gaat hier om een oefening.